Ik ga uw rechtbank vragen. En u hebt er recht op om te weten waarom. In het kort in ieder geval. Door te beslissen zoals uw rechtbank heeft beslist, blijft de mogelijkheid bestaan, of bestaat de mogelijkheid, dat u bij vonnis zal besluiten, of de vonnis, dat u de getuige afwijst. Die mogelijkheid is daarmee gegeven. Met die mogelijkheid roept uw rechtbank de schijn van partijdigheid op, omdat, naar de mening van de verdediging, een zeer essentiële getuigenverklaring wellicht dus onmogelijk wordt gemaakt. Want ik weet niet wat u gaat beslissen. En daarmee het de verdediging onmogelijk maakt om te onderbouwen een zeer belangrijk verweer dat van de zijde van de verdediging al reeds is gevoerd bij pleidooi. Dat is in het kort waarom ik dit doe, wat ik nu doe.